We zijn hier in Assen en bij me staat Levi Vlier en Egbert Bos van de EBF Foundation. Egbert, waarom zijn we hier? Ja, waarom zijn we hier? Omdat met de EBF hebben we ons aangeboden om van de familie Vlier om deze goede coureur te ondersteunen en te helpen, zeg maar, in de familie. En dat betekent kijken voor wat sponsorgelden en ook ontlasten van de PR-zaak en zo en dat soort dingen. En ja, waarom? Omdat hij natuurlijk uit de gemeente Elburg komt. Het is fantastisch dat er zo'n jonge coureur op die leeftijd al zo presteert. En ik kom natuurlijk zelf uit de motorsport, dus ja, ik krijg er warm hart van. En daarom zijn we hier. En we hadden eigenlijk in België moeten wezen, een paar Francorchamps, maar dat is afgekeurd. En de wedstrijd is nu verzet hier naar Assen. Levi, hoe vind je het hier op het circuit? En hoe is het gegaan vandaag met de kwalificatie? Ik vind het een leuk circuit en met de kwalificatie ging het ook wel goed. Ja. Je zat heel dicht bij de nummer 1, hè? Ja. Wel, ja, nog geen eens een seconde. Maar ja, er staat wel een hoofdprijs vandaag op, hè? Wat is vandaag belangrijk? Wat zou je heel graag worden vandaag? Minimaal? Een derde in het kampioenschap, want dan kan ik naar Valencia. Ja, en dan ga ik even terug naar Egbert, want ja, als hij naar Valencia mag, dat is wel een hele bijzondere race. Want ja, een van jouw grootste races waar jij een warm hart voor hebt, die neemt daar afscheid. Ja, Valentino Rossi die neemt afscheid in Valencia. En dat was officieel de laatste wedstrijd. Ik heb begrepen dat waarschijnlijk niet helemaal de laatste wedstrijd was, omdat er nog volgens mij een wedstrijd achteraan komt. Maar goed, maakt niet zoveel uit. Het is Rossi's in ieder geval afscheidswedstrijd. En daar zijn we inderdaad voor gevraagd, uitgenodigd. En dan gaan we 13 november naartoe. En het zou natuurlijk prachtig zijn als Levi daar ook nog een rondje gaat rijden. En voor al 100.000 man. Hè? Je bent nationaal kampioen geworden weer. Gefeliciteerd. Maar al voor de tweede keer achter elkaar. Fantastisch. Ja dat klopt. Het is heel leuk. Moet je er veel voor doen om zo hard te kunnen rijden? Ja, wel heel veel, ja. En wat doe je allemaal ongeveer? Ja, heel veel gas geven, remmen en schakelen. En ook nog zorgen dat je vooraan ligt. Ja, ook. Ja. Nou, straks gaan we de race van je bekijken. Ik zou zeggen, bereid je goed voor en veel succes. Dankjewel. Inmiddels zit ik bij de moeder van Levi, Marlon. Marlon, hoe is het nou voor een moeder dat hun zoon een snelheidssport doet? Nou, dat was wel even wennen. Dat is heel wat anders dan de voetbal die hij altijd deed. Maar eigenlijk wisten we wel dat dit eraan zat te komen. Want hij heeft het zijn hele leven nooit ergens anders over gehad dan over motorrijden. Maar het is behoorlijk spannend. Vooral tijdens de wedstrijden. Hoe dichter ze bij elkaar zitten, hoe spannender het wordt. Maar elke week worden we wel 10 jaar ouder, ja. Durf je dan nog wel gewoon naar het circuit toe te lopen en te zeggen van nou, ik ga toch maar weer kijken, want zit er dan ook nog enig trots in als hij dan toch eerste wordt? Oh, absoluut. Dat is het gevoel wat altijd overheerst en wat na die tijd natuurlijk overheerst. Maar tijdens de race is het toch ook, nou, de angst is groter dan de trots. Dat klopt. Hoe bijzonder is het dat hij eigenlijk de beste van Nederland is? Je zoon, hè? Dat, voor een moeder moet dat heel veel zijn. Ja, dat is het zeker. We zijn niet van die hele van die ouders die alles van de daken afschreeuwen. Maar wij zijn inwendig echt super trots op hem. Dat is zeker waar. Ja. Hij zei net van, ja, als ik derde word, mag ik naar Valencia. Dat brengt natuurlijk wel ongelooflijk veel kosten met je mee. Ja, ja dat klopt. Dat wordt een behoorlijke kostenpost die we eigenlijk nog niet helemaal goed in onze hoofd hebben. Maar ja, de reis ernaartoe, de reserveonderdelen die mee moeten, de eten, drinken, ja, een heel weekend. Dus we kunnen er wel iets bij bedenken. Maar laten we afspreken, als hij vandaag op de derde plaats staat, dat we daar samen een plan voor gaan maken. Nou, het lijkt me een ontzettend goed idee. Heel goed, spreken we dat af. Ik wens je heel veel sterkte straks tijdens de race. Dankjewel, dankjewel. Inmiddels is Barry Veneman bij ons komen staan. Egbert, Barry is voor jou geen onbekende, hè? Nee, ik ken hem al een jaar of 20, 30 of zo, weet ik niet. Maar in ieder geval al heel lang en vooral vanuit de motorsport. Want toen Bos Electro Racing en ja, dat was Barry onze eerste coureur. En ook tevens kampioen geworden toen in die klasse. Hoe was dat toen om met Egbert te racen en met Egbert te racen? Want het is natuurlijk een bijzonder mens en dat zul je wel ervaren hebben. Nou ja, ik moet zeggen, Egbert en destijds Gerald Lekkerkerker die hebben mij uit de problemen gehaald. Want ik zat best in de problemen toen qua team en het was moeilijk. En toen zeiden de man uit Elburg van nou kom hier naartoe, kom bij ons rijden en zo is dat eigenlijk gegroeid. En toen het team gevormd met Hans Koopman
echt een team waar een hele goede sfeer hing. Dus veel ja, het was heel positief allemaal. En gelijk allemaal kampioen. Dus het was een hartstikke gaaf jaar. En hoe is het dan om hem nu weer terug te zien dat hij een hele jonge pupil gaat begeleiden? Nou ja, ik zei tegen de vader van Levi ook al van, weet je, Egbert kan heel veel bereiken. En zeker ook zijn energie is natuurlijk heel fijn om bij je te hebben. En dat is voor jonge rijders goed. Nu je Barry weer teruggezien hebt, heb je er nog veel meer zin om Levi kampioen te maken? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Nee, maar het mooie is om Barry op deze manier ook weer tegen te komen. En had ik ook niet verwacht, maar ja, ik weet wel dat hij in de motorsport zit nog. Ik ben de hele tijd uit geweest, want ik was er op een gegeven moment even klaar mee. Ik heb andere dingen te doen, maar ja, als zo'n jong ventje uit Elburg dan je hart steelt in verband met de motorrace. En dan krijg je toch weer het virus te pakken en dan komen we elkaar weer tegen. Hartstikke leuk. Ik wil zeggen, de race staat zo beginnen. Succes met de race. Ja, dankjewel jongens. Dankjewel. Manny van Tilburg, Ruben Nijland en Levi Vlier. Nou, we staan er ook in. Aan het eind van een enerverende dag staan pa en zoon redelijk te glimmen hier naast het circuit. Want Levi, je hebt het geflikt, hè? Ja. Waar ga je naartoe? Valencia. En gaat papa dan mee? En mama natuurlijk voor de broodjes, want dat heb ik net op de radio gehoord. Vader, zeg ik maar gewoon. Hoe voel je je nu? Trots. Trots? Ja, maar... Ja. Ik voel me, ja, ik vind het gewoon super wat hij gedaan heeft. Ben ik super trots op. Ik stond net tijdens de tweede race even naast je. En toen zei hij, hij moet er wel op blijven zitten. Dat is wel handig. Hoe beleef je dat? Hij zit in een positie dat je weet, als hij daar blijft, dan gaat hij naar Valencia. En dan moet je je gevoelens in bedwang houden. Ja, dan ben ik heel erg zenuwachtig. Ja, ik weet, ja, maar hij heeft er maar één in de hand natuurlijk. En dat is hij zelf. Ja. En dan zie je op een gegeven moment 3 ronden voor het einde. Volgens mij ben je dan boerenslim. Ja, dan denk je van, ik ga niet winnen. Maar als ik tweede word, ga ik toch naar Valencia en je rijdt de race heel verstandig uit. Klopt dat? Ja, dat klopt.
Wat dacht je? Als ik tweede word, dan word ik tweede in het klassement. Word ik derde in het algemeen klassement. En dan ga ik naar Valencia. Ja. Ga je nog iets speciaals doen voordat je naar Valencia gaat? Trainen nog? Extra trainen? Ja, trainen vooral. Maar voor de rest denk ik niet zoveel. Voor jullie als ouders zijnde, allereerst gefeliciteerd. Je hebt veel tijd in gestoken hè, als je zoon dat doet. En dat zijn toch heel veel zaterdagen, maar ook heel veel dagen door de week dat je ermee bezig bent. Nu, zie je het al voor je dat je straks in de Spaanse zon ligt? Oh, dat lijkt me geweldig. Of denk je van, ik ga niet mee? Ja, maar ga zeker mee. Ja, je was even niet zo enthousiast, maar toen je dus riep ik ga mee, toen kwam er heel veel enthousiasme af. De blijheid straalt ook af. Ik zou zeggen, ik wens jullie daar heel veel succes en we blijven je volgen. En Egbert die is ook in Valencia, dus we zullen zeker op Loomedia van jullie horen hoe het gaat. Ik zou zeggen, tot in Valencia. Ja, bedankt. Dankjewel.